Ik ga jullie meenemen in het... Ik heb geen half uur nodig, denk ik hoor. Dus ik had wel zo lang rekken, maar dat zal ik niet doen. In het waterveiligheidsportaal. En anders dan de presentaties hiervoor die echt inhoudelijk ingaan, ook op de programma's en de do's en don'ts en de knoppen, ga ik dat niet doen. Ik ga jullie iets vertellen over de plaats van het waterveiligheidsportaal in de hele informatiehuishouding rondom het domein, in het domein van waterveiligheid. Het is meer de positie. En eigenlijk begint waterveiligheid ook bij inzicht in informatie, inzicht in data. En we zeggen wel eens, onder dagen je mist dijken op orde, dan ook je data op orde. En dat betekent niet alleen dat je je data op orde moet hebben en dat je goede, kwalitatief goede informatie moet hebben om je goede beoordelingen te kunnen doen, maar dat je ook in de uitwisseling van informatie tussen al die partijen dat op een ordentelijke manier doet, op een herleidbare manier organiseert. En ook dat heeft te maken met een goede informatiehuishouding. En dat doen we vanuit een visie. En die visie is in de sector opgesteld met heel veel partijen in 2012. 2014 moet ik zeggen. En die visie die zegt iets over hoe we eigenlijk naar één samenwerkend systeem van informatievoorziening weer willen hebben. En een systeem, niet zozeer een database, een centrale database of alles, maar wel een voorziening. Die met elkaar samenwerkt, waarin zowel zorgplicht, het beoordelen en versterken en het crisismanagement een plaats hebben. Want heel veel informatie, zeg maar, die je voor de zorgplicht nodig hebt, die zul je ook weer nodig hebben voor de beoordeling van je waterkering. Er is ook weer informatie die je nodig hebt om het te kunnen aanmelden bij het hoogwaterbeschermingsprogramma. En diezelfde informatie die gebruiken we weer, Hans zei het ook al even in zijn begin, ook om rapportages te verzorgen. Eenmalige opslag, meervoudig gebruik. Dat is een ander iets, wat we, een soort mantra die wij in ons hoofd hebben. Leidt ertoe dat we hebben gezegd, we willen eigenlijk naar één systeem van informatievoorziening. Een architectuur, een gezamenlijke architectuur is misschien het betere woord. Waarvan het waterveiligheidsportaal nou die twee domeinen beoordelen en versterken met elkaar verbindt. En daarmee hebben we eigenlijk voor het eerst, zeg maar, een informatievoorziening waarin de waterkeringbeheerders, DGRW, het ILT en het HWBP in een open systeem informatie met elkaar kunnen gaan uitwisselen. En nog belangrijker, dat ze dat op een herleidbare manier kunnen doen. Je kent de waarde van de informatie, je weet waar die vandaan komt, zodat er geen misverstand kan ontstaan over de aangeleverde gegevens. Gaat zover dat we het ook voor het publiek zichtbaar kunnen maken, als we dat willen. Er zijn wat in het publieke domein wat informatievelden, zoals het Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen, die voor het publiek inzichtelijk zijn. Maar je kunt je uiteindelijk ook voorstellen dat andere informatiestromen, bijvoorbeeld het HWBP, is heel hard aan het nadenken om hun programma's ook via het WVP voor iedereen zichtbaar te maken, te ontsluiten via het waterveiligheidsportaal. En dit lijkt een heel moeilijk plaatje, niet zo goed te lezen ook, denk ik, maar niet zozeer om. Het plaatje geeft aan, het komt uit een analyse die wij hebben gedaan voor alle informatiestromen binnen het waterveiligheidsdomein op de twee vlakken versterken en beoordelen. Maar het geeft even aan over hoeveel informatie tussen al die partijen, zeg maar, heen en weer gaat. Waarin in de gele blokken, in deze gele blokken eigenlijk de domeinen normeren, toetsen en prioriteren en programmeren staat. En waarin de donkergele blokken de organisatieonderdelen staan, of de verschillende organisaties staan die daar een rol in spelen. En wat natuurlijk opvalt is dat de keringbeheerder in al die blokken een belangrijke rol heeft. Een centrale rol, zou ik bijna zeggen. En wij richten ons nu even alleen op het proces van het WBI, het wettelijk beoordelingsinstrumentarium, en het versterkingsproces wat via het HWBP loopt. Nou ja, dat portaal is ook opgezet met dit in het achterhoofd. Het moet het verzamelen, faciliteren van herleidbare beoordelingsresultaten. En die herleidbaarheid is met name een hele grote wens van het ILT. Als we informatie geven aan het ILT, dan zal die ook herleidbaar moeten zijn.
Want zij zijn er om dat toch een zekere vorm van controle erop toe te laten. Het geeft er vervolgens hun ook de mogelijkheid om een rijksoordeel. Hij staat nog, ik weet niet hoe die heet, daarom zal conformiteitscheck, rijksoordeel, verzinnen. Wij stemmen in met de wijze waarop het oordeel tot stand kwam. Maar dat is een te lang woord voor. Dat bedoelen we. Het ILT hangt daar zet daar een stempeltje op, zou je kunnen zeggen. Vervolgens zeg maar, biedt het waardeveiligheidsportaal de mogelijkheid, en de enige mogelijkheid trouwens, om het aan te melden bij het HWBP. Zowel ILT en HWBP hebben gezegd van, je mag informatie aanleveren als je wilt, alleen doe het wel via het waardeveiligheidsportaal. Daarom is het wel een belangrijke spul in de hele informatievoorziening. En uiteindelijk zeg maar, zal het de informatie uit zo'n portaal ook inzicht moeten bieden in de veiligheidstoestand van ons land. Je kunt hem ook op een iets andere manier laten zien. Meer als de spul zeg maar, binnen die hele informatieketen. Links zien we de keringbeheerders die in eigen huis de beoordelingen doet. Zijn informatie in wezen moet uploaden ook. En die informatie, met name de beoordelingsresultaten, zullen naar het ILT moeten. DGW is daar een beeld, omdat zij natuurlijk verantwoordelijk zijn voor de normeringstrajecten. En die normering zeg maar, ook via het waardeveiligheidsportaal weer moeten worden ontsloten. En het HWP uiteindelijk zeg maar, zal die informatie moeten krijgen om hun programmering op een goede manier te kunnen doen. En hun programmering weer beschikbaar te stellen via het waardeveiligheidsportaal aan alle betrokken partners. En het is wel goed, denk ik, om te beseffen dat... als we het over informatie hebben, dat het wel om een informatieketen gaat. En als ik hem heel plat sla, dan zou je kunnen zeggen, het begint aan de voorkant bij een goede opslag van je gegevens in een systeem als DAMO en R, dat kennen jullie allemaal wel, maar die informatiehuishouding in je eigen huis moet op orde zijn. Die informatie gebruik je uiteindelijk ook voor je beoordelingsproces. Dat zal een iteratief proces zijn, want wat daar weer uitkomt, gaat ook weer terug je database in, et cetera, et cetera. Uiteindelijk zullen die beoordelingsresultaten weer gerapporteerd moeten worden, zowel naar het ILT als naar het HWBP. Nou, dat hele, die gele plaat van net, als ik een plaat sla, dan krijg je zoiets. Nou, eigenlijk naar opmaat naar dit plaatje, om te laten zien dat we echt over een ketenbenadering praten. En als ik deze even iets groter maak, dan kunnen we hem beter lezen. Dan zie je in wezen dat de informatie als een soort slang door zo'n hele proces loopt. Het begint bij het vaststellen van de normen. Via de groene kant wordt informatie aangeleverd aan de beheerder. Die levert vervolgens hun informatie aan voor in het beoordelingsproces aan het ILT. Dat zijn de blauwe lijnen. En het ILT die dat weer teruglevert via het WVP aan de beheerders met of zonder stempeltje. Die beheerder kan vervolgens een programma aanmelden bij het hoogwaterbeschermingsprogramma die ook weer zeg maar, de verwerkte gegevens teruglevert aan de partijen, met name de keringbeheerder. Uiteindelijk moet dat dan ook een veiligheidsbeeld opleveren. A, voor je eigen organisatie, maar je doet het ook niet voor jezelf. Je doet het niet voor de ander, maar met name ook voor jezelf. Maar ook zeg maar, om vanuit het Rijk daar in 2023 een landelijk beeld te kunnen genereren. En eigenlijk is de wens om gewoon jaarlijks een waterveiligheidsbeeld te genereren. Dus het is een dynamiek proces. Maar het is wel een ketenproces. Het is wel belangrijk om dat gewoon goed te begrijpen. En als ik dan even kijk naar dat landelijk veiligheidsoordeel. En dan weer op die twee processen die we nu pakken. Toetsen en prioriteren, programmeren. Dat zijn de twee aspecten die we tot nu toe ontwikkeld hebben. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van, van het voortgangsverhaal. Samen met het HWP. BP. Maar we hebben dat waardeveiligheidsportaal wel opgezet, ook volgens de afspraken die we daarvoor gemaakt hebben, op een schaalbaar, uitbreidbaar noemen we dat, maar om uiteindelijk ook zeg maar die elementen als inspectie, schaal en beheermaatregelen, de zorgplicht, ook daarin te kunnen bouwen. Dus het systeem wat we hebben neergezet is ook een servicegericht systeem, bestaat uit losse componenten, is schaalbaar en uitbreidbaar, om uiteindelijk zeg maar al die informatie met elkaar onder diezelfde architectuur te kunnen delen. En dat is ook gedaan, ook vanuit een duidelijke wens van het ministerie en HWBP, om uiteindelijk ook vrij automatisch, generiek, die veiligheidsbeelden te kunnen genereren straks. Dus in wezen staat dit huis er.
Ik denk aan het volgende plaatje, ja. Maar dat betekent wel wat. Dat betekent ook inderdaad, als we naar die informatie kijken, dat we wel afspraken moeten maken over bronhouderschap. Hoe houden we onze data in onze eigen systemen? Welke eisen stellen we aan de kwaliteit van die data? Welke eisen stellen we aan de uitwisseling van die data? Dan praat ik over de koppeling van schakels in de keten. En dat vraagt ook om een vorm van regie. Hans en ik hadden daar net een gesprek over. Regie is vaak een heel naar woord. Dat betekent dat iemand de baas is of iemand zegt wat een ander moet doen. Zo is het niet bedoeld. Maar als je in al die losse sporen, ook in die ketens, de zorgplicht, het verstrekkingprogramma, de beoordeling, geen goede afspraken met elkaar kan maken, niet een stip op de horizon zetten, zeggen van, nou, kijk, zo willen we met elkaar samenwerken. Dan ga je ook alle kanten op als je het niet goed doet. Dus regie moet je echt zien hier als iets van, nou, zijn we in staat, en ik denk dat we dat A zijn en twee, A, B ook moeten, om gewoon goede afspraken te maken welke kant we op gaan, hoe we informatie met elkaar delen en hoe we daar ook heel duidelijk verantwoordelijkheden voor afspreken bij de verschillende partijen. En dan pas praten we over een echte robuuste informatievoorziening. Ik heb geen half uur nodig, Hans. Dat mocht ik ook niet. Dus dit is een beetje de plaats van het waterveiligheidsportaal in de informatievoorziening rondom waterveiligheid. Waar staan we nu? We hebben de must-haves gerealiseerd in december. Daarmee hebben we zeg maar, daarna hebben we op 13 januari, geloof ik, ja, 13 januari is de beta-versie gelanceerd. We zijn nu bezig die versie te vullen met informatie die we hebben, met name de 14 IoT-projecten, noem maar zo, de filterprojecten, voortfilterprojecten, die worden daar nu in gestopt. We zijn bezig nu met voorbereiding te maken om de verdere doorontwikkeling vorm te geven, met name de HWBP-functionaliteit en de rapportagefunctionaliteit. Maar dat gaan we pas echt doen als we een ketentest hebben georganiseerd. Die is op 16 februari, waarin we met een aantal beheerders, en als jullie groepen voelen, doe vooral mee, gewoon eens willen kijken met echte data van, doet het waterveiligheidsportaal nou wat we van het waterveiligheidsportaal verwachten. 19 november hebben we dat gedaan in het kader van de generale repetitie. Alleen maar op het proces beoordelen richting het IoT. Nou willen we ook het HWBP-gedeelte daarbij pakken. En met de ervaringen en met de tips en trucs en de fouten die we nog gaan ontdekken en alles, willen we gewoon verder ook de ontwikkeling ingaan van het tweede deel van het waterveiligheidsportaal. Wat we uiteindelijk dan gaan opleveren op 1 april. 1 april komt de echte versie live te staan, waarin we dan de periode tussen april en jullie nog willen gebruiken om de puntjes op de i te zetten als het gaat om de rapportage. Want we merken wel dat daar nog veel ideeën over zijn, wat tijd kost om verder te overdenken en verder te ontwikkelen. Dus mijn oproep is 16 februari. Wil je meedoen? Meld je aan. Het kan heel, ook als je geen data hebt. Ik merk dat heel veel partijen bang zijn, ja, kunnen wij wel meedoen, want we hebben nog geen beoordeling gedaan. Is niet erg, wij zorgen wel voor informatie. Maar je gaat gewoon live met het waterveiligheidsportaal spelen. En dat portaal heb je nodig, want anders krijg je geen stempeltje van Harm. Ja? Bij die ketentest, zaten daar nou die 14 projecten wel bij in? Of deden jullie die vooruitlopend daarover? Nou, die zijn bezig nu erin te stoppen. Maar moeten we dan nog beheren zelf een keer ook een van die 14 instoppen? Nou ja, we hebben eens een uitvraag gedaan om informatie te krijgen van beoordelingsprocessen. Maar dat is nog moeizaam, weet je. Want, dus hebben we gezegd, nou, laten we dan een van die 14 projecten pakken. Als we die informatie hebben om daarmee te gaan spelen. Het zal niet voor het echi gaan. Hè. We kunnen ook gewoon willekeurige data klaarzetten. Maar het gaat erom dat daar al een heel proces doorlopen is. En dat we die informatie ook graag willen gebruiken in het echt. Vanaf wanneer gaat het dan voor het echi? Vanaf 1 april gaat het voor het echi. Maar je kunt nu al het waterveiligheidsportaal, als je beoordelingen nu al klaar hebt, kun je nu al in de beta-versie het waterveiligheidsportaal gebruiken
om die informatie te uploaden. Kijk, en dat is meer een soort uitnodiging. Hoe eerder je dat ook doet. We hebben nu nog dat hele team bij het Informatiehuis Water. Het Informatiehuis Water ontwikkelt dit natuurlijk bij elkaar. In die zin kunnen we ook heel veel hulp genereren. Nou ja, wij niet alleen, ook het ILT zal er bij zijn. En kun je ook samen optrekken. We zijn nu bezig de helpdesk. Nou, niet bezig. We hebben de helpdesk, dat heet anders. De service desk gericht. Er is ook een service desk bij het IAW. Maar als jullie vragen hebben over het gebruik en alles, of over het portaal überhaupt, dan kun je via de service dat je vragen stellen. Kom bij de goede mensen terecht. Nou ja, en daarmee ben ik aan het einde van mijn rapportage. Oh ja, ik kan misschien nog even iets vertellen wat het portaal nu doet. Dus wij houden ons niet bezig met beoordelingsregels en alles, maar wij zorgen dat informatie uit het traject van beoordelingen, Kind net een verhaal over hield, dat je dat zeg maar op een goede manier kunt uploaden in het portaal. En wat we eigenlijk doen is, dat we in het portaal die stappen doorlopen. Heb je een oordeel? Laat ze. Zijn er ringtoetsbestanden? Ja, want zonder ringtoetsbestanden kun je geen eens zeg maar, je rapportage maken. En stap voor stap lopen we ook zeg maar, al die stappen langs, zodat je ook helemaal niks vergeet. En vervolgens zeg maar ook de ILT en het HWP dat op een goede ordentelijke manier kunnen gaan pikken. Misschien dat het van belang is nu van, het klinkt natuurlijk raar dat je zegt van ja, we hebben hier nog wat veiligheidsoordelen die we moeten uploaden. Dat zal nu nog handmatig zijn. En dat heeft gewoon te maken met dat de assemblage tools nog in ontwikkeling zijn. Ja, de spreadsheet is er nu. Dus dat zijn even maatregelen. Op termijn zullen we ook daar, je zal het ook automatisch kunnen gaan plaatsvinden als er tooling komt. Op de assemblage tools. Maar daar hebben we nog geen zicht op. Dus, daarmee heb ik het einde van mijn presentatie bereikt. In een kwartier tijd. Zijn er nog vragen? Ik ben benieuwd als je zegt, de ambitie is ook om de zorgplicht daar zaak voor gefaciliteerd in het waterveiligheidsportaal. Is dat al concreet? Er zijn wel gesprekken over. Kijk, wat we wel gedaan hebben, we hebben die architectuur staan dat het mogelijk is. De vraag is natuurlijk van, willen we dat? En willen partijen aansluiten, al die dingen meer. Maar wat wel belangrijk is dat we dat onder diezelfde architectuur doen. De mogelijkheid zijn er. In die architectuur zie je dat heel veel componenten die we ontwikkeld hebben, herbruikbaar zijn. Het gaat in wezen om dezelfde informatie. En daarmee heb je ook eigenlijk een hele goedkope mogelijkheid om ook dat deel ook mee te gaan nemen. Maar er zijn nog geen concrete afspraken. We zijn er wel over in gesprek met de partijen. Toch nog even inderdaad dit verder kan inkaderen. Met een assembleerder probeer je in feite alle verschillende toetsporen tot één oordeel te werken. Maar dat oordeel zit ook als onderdeel van het hele waterveiligheidsgebeuren, naast het versterken en de zorgplicht, heeft dat verband daarmee. En dus een van de, denk ik wel, belangrijke veranderingen ten opzichte van de vorige toetsronde, zoals ik dat zie, dat je in je eigen organisatie veel meer het beoordelen als een onderdeel van een groter waterveiligheidsgebeuren ziet. Dat past heel goed. Ja. Nou ja, en er is meer, denk ik. Van, kijk, wat wij ook zien is wel dat de ontwikkeling van het waterveiligheidsportaal ook als een soort motortje werkt. En we zeggen data op orde. Nou, Petra is daar heel hard mee bezig met het platform kennis en kunde van de STOA. Je ziet dat het besef dat het gewoon nodig is, gewoon heel duidelijk wordt. En dat besef maakt weer dat je samenwerking zoekt met andere partijen, andere maatschappijen, Rijkswaterstaat, om ook die data op orde, je eigen gegevenshouding op orde te maken. We merken dat het als een motortje werkt naar het HWBP. Dat zij in al hun processen van prioriteren, rapporteren en alles, ook zeggen van oké, maar als het zo in elkaar zit, moeten wij ook eens goed gaan nadenken over. En dat leidt ook weer tot meer samenwerking. En volgens mij is dat wel de sleutel van het verhaal, dat we gewoon dingen echt samen moeten gaan oppakken. En dat gaat niet automatisch, merk ik. En dat is geen onwil, maar ik denk, nee, nou, dat weet ik wel zeker. Maar dat heeft ook te maken met tijd en focus. Overal staat tijdsdruk op.
Maar ik heb wel gemerkt dat waar je die dingen samen doet, dat je toch wel heel gauw tot goede resultaten komt en tot hele slimme resultaten komt. Goed, dank. Even nog één slotvraag voordat we naar de lunch toe kunnen gaan. Heeft deze ochtend een beetje beantwoord aan je verwachtingen van een beetje het inkomen? Vanmiddag gaan we echt nog verder de diepte in. Hè? Dus, dat is één vraag, een tweede vraag. Zijn er dus nog nabranders die we even op de parkeervlak neerzetten om eventueel vanmiddag wat specifieker in te gaan? Eerste vraag. Voldoet het aan verwachtingen? Ja. Ondermaal, denk ik ja. Zijn er nog onderwerpen die in ieder geval niet vergeten mogen worden? Ja, ik zat er op een gegeven moment nog even net te denken, als je die samenhang van het waterveiligheidsportaal naar alle processen van kering, beheer en waterveiligheid natuurlijk ziet, is daar het communicatieaspect. Dit is alleen nog maar voor de interne mensen die ermee werken. En komt er in de toekomst juist iets opens naar de buitenwereld of nog lang niet? Of heeft dat hier niet mee te maken? Interne mensen hier, de organisatie, de beheerders. De waterveiligheid in Nederland. Kijk, dat is het plaatje wat ik niet zie. Dus eigenlijk voor het eerst dat we ook met die partijen die daarbij betrokken zijn, het ministerie, inclusief het ILT, de beheerders, het HWBP-programma. Op een gegeven moment krijg je dat een vak officieel bestuurlijk vastgesteld ja. is, ofwel richting versterking, ofwel richting goedkeuring. En misschien is dan de buitenwacht ook staan om iets te zeggen. Ja, maar dat is wat ik zei, van het HWBP is op dit moment aan het denken over wanneer en hoe ze die informatie willen vrijgeven. Daar moeten ze ook afspraken over maken. Dat kan best heel gevoelige data zijn. Maar met de zorg, de ILT die publiceert ook haar bevindingen van op medie. Ja, maar daar hebben wij daar hebben wij dat zin over. Zijn, ja. Dat wordt massief openbaar. Ja. Misschien, ja. Ik kom daar vanmiddag in ieder geval op terug. Ja. Oké. Okay. Maar ik kan er misschien even wel iets over zeggen van kijk wat we gedaan hebben nou, bij het waterveiligheidsportaal, ook omdat we het allemaal met service hebben ingericht, alles staat achter een wachtwoord. Dus jij als beheerder hebt een ander wachtwoord, als toetser, een ander beoordelaar, sorry, een ander wachtwoord dan Harm van het ILT. En we kunnen dus die autorisaties achter die wachtwoorden zetten. Dus we hebben het wel zo generiek opgezet dat als er vragen komen, ook vanuit de zorgplicht straks bijvoorbeeld, van om informatie op een bepaalde manier weer vrij te geven, ja, dan kunnen we gewoon, dan hebben we de motortjes klaarstaan om het eenvoudig te realiseren. Alleen wij gaan vanuit het informatiehuis water niet over wanneer en wat. Wij faciliteren het, maar het gesprek zal moeten plaatsvinden of je dat op deze manier wilt. En ik denk dat je dat zou moeten doen, heel veel dingen opengeven, maar goed, er zijn verschillende meningen over. Maar dan kun je het inderdaad, zeg maar, in die opzet van schaalbaar en uitbreidbaar, heel makkelijk realiseren. De mogelijkheid is er, of je er gebruik van maakt, hangt af van de gesprekken die de betrokkenen moeten houden. Goed.